Alessio, waarschijnlijk een zware rugzak met heel veel kilo's die van je rug is gevallen. Dankzij deze overwinning. Ja, dat klopt. Het is een zeer deugddoenende overwinning. Ik denk voor heel de ploeg, het doet echt heel veel deugd om hier een toppertocht te kunnen winnen thuis. Jullie hebben wel alles gegeven, hè? Ja, inderdaad. We hebben echt alles gegeven. Ik denk soms ook dat het niet altijd even zuiver was. Maar we hebben echt alles gegeven vandaag, omdat we echt wisten van... we zijn ook op voorhand vandaag, gaan we gewoon voor de 3 punten thuis en dat is ons gelukt. Het is ook een heel intensief systeem voor jullie. Je hebt ook aardig wat minuten gemaakt in Hoffenheim en vandaag stond je aan de kant van Hein. Heb je dat gemerkt? Klopt. Het was persoonlijk ook heel zwaar. Zeker met die midweek match van donderdag. Maar ik denk dat we zo de tegenstander hebben vastgezet door ons druk zetten. En de tweede goal komt uit een balrecuperatie van Niklas. Dus Is het een systeem waar je goed in voelt? Ja, toch wel. Ik denk als we zo verder kunnen bouwen en die automatismen nog verder werken. En gewoon vechten zoals vandaag, dan gaan we zeker al veel matchen winnen. Ja.